Ik hoorde een poosje geleden dat ik bij de tien genomineerden voor de titel Beste Lokaal Bestuurder 2017 hoor. En ja, dan sta je in een, in een rijtje met illustere bestuurders: de commissarissen van de Koning van Noord-Brabant, van Gelderland, de burgemeester van Rotterdam. Ja, dat is wel iets om trots op te zijn. Hoe ziet u uw kansen? Nou ja, de kansen die zijn aan de mensen die gaan stemmen. Uh, want de nominaties die worden vrijgegeven aan wie dat wil om daar een stem op uit te brengen. Uh, ja, en ik hoop dat veel mensen dat uiteraard zullen doen. Het is een mooie opsteker voor mij. Misschien ook wel een beetje voor de stad waarin ik, waarin ik mag werken. Uh, en dat kan allemaal via de website van binnenlandsbestuur.nl. In Almelo tref je fantastische vormen van werkgelegenheid aan. In een winkelbestand, een middenstand die, ja, die weer aan het opkrabbelen is. Maar in Almelo tref je ook grote problemen aan. Almelo is niet iedereen is in staat om op hetzelfde tempo mee te komen met de dingen die wij zelf heel vanzelfsprekend vinden. En daar moet je ook oog voor hebben. Almelo is een stad waar mensen ook langdurig werkloos zijn, waar mensen sociale problemen of vraagstukken hebben. En een gemeentebestuur moet daar ook zorg aan besteden. De samenleving trouwens ook. En daarnaast, Almelo is, ja, het is wel een stad, dus we hebben ook te maken. Met vormen van criminaliteit die je in steden tegenkomt. Ja, en met elkaar, met de politie, treden we daartegen op. Maar bovenal blijft dat Almelo een fantastische stad is om in te leven, te wonen en te werken. Ik noemde net al even dat, uh, dat ondernemers in de grote stad Noord het project Start Je Winkel uh, zijn begonnen. Waarbij ze samen met makelaars, samen met financiële adviseurs. maar ook met hun eigen denkkracht. Uh, uh, ja, ervoor zorgen dat andere ondernemers een winkel beginnen in Almelo. Uh, ik heb afgelopen zaterdag uh, bij Zoe geopend, een, uh, een, een zaak aan de Grote Straat Noord. Uh, een, ja, een onderneemster, een jonge onderneemster ook, die, uh, die op dat project is ingestapt. En er zijn nog een aantal uh, nieuwe ondernemers die in de wachtrij staan daarvoor. Dus ja, uh, je kunt winkel niet tegenhouden om te vertrekken, uh, of het nou uit Almelo is of een andere plek. Maar je kunt wel een, uh, ja, een gastvrije sfeer creëren voor nieuwe ondernemers. En dat doen onze winkeliers momenteel uh, heel goed. Wij ondersteunen dat initiatief uiteraard. Uh, ik benadruk altijd dat gemeentelijke winkels niet bestaan. Uh, dus de gemeente kan ruimhartig zijn in bestemmingsplannen, uh, uh, in het, uh, ja, het bereikbaar houden van het, uh, van het winkelgebied. Daar zijn we ook druk mee bezig om daarover na te denken en maatregelen op te nemen. Maar ja, het, uiteindelijk vergt het een ondernemer of een onderneming die zegt: Ik steek mijn nekken vooruit om hier een bedrijf te beginnen. Allemaal zegt uh, op de weg omhoog. En ik ben ervan overtuigd dat we. Uh, uh, ja, in alle delen van de stad en ook in alle delen van onze samenleving uh, zullen gaan merken dat we de komende jaren weer uh, de weg omhoog gevonden hebben.